exact de reden is dat hier beeldjes moet komen staan. Dames en heren, we hebben hier een zaagtafel vers van de rommelmarkt. Ik heb er daadwerkelijk nog helemaal niks mee gedaan. Het ding is binnengekomen op de rommelmarkt. Kwam iemand zo mee aandragen. Even kijken of ik de camera nog iets omhoog kan zetten, want daar sta ik buiten beeld. Zie ik dat? Nog een ietsje pietje misschien. Kwam iemand mee aandragen. Vers van de aanlegger af. Tabaki, wil jij een zaagmachine hebben? En toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk wel een zaagmachine hebben. Want ik heb alleen die dikke peerzaag. En deze meneer. Maar dat is eigenlijk ook niks. Dus toen heb ik het ding aangepakt en ben ik mee naar achter gesjouwd en hem zo neergezet. Toen even daarna had ik er mijn vriend van mij over van ja, ik heb eigenlijk niet eens gekeken of de goede stekker, of de goede stekker eraan zit. Dus ik ging kijken. Dus ik kom terug bij hem en ik zeg, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Er zit wel een 220 stekker aan, maar echt een goeie, dat is het niet. Dit zat ook nog helemaal vol bij stof en weet ik wel allemaal. En hier, ik weet niet of je het ziet, ligt de kabel. Of jij de binnenkabel wat bloot. Daar zit nog wel mantel of een binnenmantel. Maar. Dus het apparaat is niet getest. Dus wat gaan we doen deze video? We gaan hem testen. En als hij het gewoon doet, dan ga ik eigenlijk wel vanuit. Dan gaan we even een, hoe heet dit ding? Hier staat heel groot. Tafelzaag. Zaagtafel. Dan gaan we even een zaagtafeltafel maken. Ja, even. Ik heb hem dus letterlijk alleen nog maar uit mijn auto gepakt. Ik heb daar ingeladen. Uit mijn auto gepakt heb ik hem in de keuken neergezet. Want toen, moest ik die video van de gereedschapskist opnemen. En toen heb ik hem hier neergezet. Nou, veiligheid is erin hierop. Nou, op hoop van zegen. De lamp blijft branden, dus dat is een goed teken. Ja, en hij gaat aan en ook weer uit. Hier zit een grote rode knop. Dan kun je hem uitzetten en hem aan te zetten. Moet je die knop. En dan zit hier een groene knop onder de rode knop. Dan kun je hem aanzetten. Deze is op zich wel mooi gemaakt. Hier zit dan een rode uitknop en die zit verder naar voren. En deze knop, die duwt gewoon met een dingetje, duwt hij die knop in. Nou, natuurlijk zijn we het project begonnen en heb ik die eerst opgeruimd. Maar het voordeel aan het verhaal is wel, ik heb me wel voorbereid. Ik heb al wel een paar wielen gescoord bij de AC Dion. Het idee is natuurlijk dat net als die kolomboor, dat zaagmachine op wielen komt. Alleen deze, dat is een beetje heavy duty hier een wiel met een rem erop. Want ik kan hem wel een vaste tafel geven, maar dan moet hij hier ergens in de hoek komen staan. En dan moet je wel langs zagen, dat past dat weer niet. En als ik hem hier op laat staan, staat hij altijd in de weg en dat is veel te hoog. Waarom koop je dan wielen? Als je niet eens weet of de machine werkt. Nou, gisteren was ik toch daar en anders had ik er vandaag 30 kilometer voor op en neer moeten rijden. En dat duurde me te lang. En het is ook niet dat de benzine gratis is tegenwoordig. Ik weet overigens niet precies wat ik voor de benzine heb betaald, want we krijgen dan altijd één prijs voor de hele hoop. Dus ik denk dat als ik het zo doe, ik wou eigenlijk de pootjes eronder zetten, maar ik denk dat hij helemaal niet hoeft. Zet ik hem zo lang even hier neer en dan kunnen we ondertussen nog gebruiken. Alleen ik heb één uitdaging vandaag. Zoals jullie weten misschien. Ziet mijn schroefmachine er zo uit. Daar gaan we dus geen schroeven meer mee draaien. Nou, toen dacht ik. Als ik dan toch bij de AC Dion ben.
pak ik even een nieuwe. Ik denk ik kost 3 tientjes of zo volgens mij. Maar toen stond ik daar, bleek dat ze die niet hadden. Dus concreet betekent dat ik alles met een handje moet schroeven of zo vandaag. Oh, hier. Dit ook nog een stof afzuigen. Ja, ik denk dat het zo misschien wel werkt. En anders poft hij alle stof onder de tafel. Hij is niet licht, dat kan ik je wel vertellen. Nou, meten is weten. Hij is 87, dus concreet betekent dat hij 3 centimeter omhoog moet gaan. Eens even kijken, heb je iets om op te schrijven? 15. 29,5. 5 en 9 is 14. Is 44,5 moet dan de tafel worden. Nou, dan zullen we eens even wat hout in halen. Nou, als we 44 keer 4 doen, komen we op 1,76. Ik heb nog zo'n balk. Maar in theorie zou het hier dus al uit moeten kunnen. Denk je, misschien heeft het niet zin om zo'n lange balk kapot te zagen ervoor. Had ik ook overwogen, maar hij ligt toch alleen maar in de weg. Ja. Nou, dus... Ja. En als ik er een keer een nodig heb, dan regel ik er wel weer een ergens. Dus 1,5. Moet net natuurlijk ook een blad op komen, dus dat moeten we eraf tellen. Van die 44 centimeter. Dus dan zouden we stukken moeten hebben 43. Kijk, als je deze zaak hebt, als je die er zo oplegt en je tekent zo'n lijntje, heb je precies 90 graden. Leg je hem er zo op, dan heb je precies 45 graden. Veel mensen weten dat niet. Ik ga nou de schaken even hier blokken zetten, dat dit mooi omhoog, dat ik op dezelfde hoogte kom als... Die zaaktafel ongeveer, dat ding enigszins recht ligt. Alleen dan kom ik net 1 blokje te kort. Nou, even vooropgesteld, het is niet het ideale machine hiervoor. Zou eigenlijk zo'n afkortzaag moeten hebben, heb ik niet. Dus ja. Nou, even vooropgesteld, ik zou het niet per se aanbevelen om dat zo te doen. Maar hij zit wel precies op het lijntje. Dat dan wel. Hier. Hij heeft mijn rol ingeslikt. Dit dingetje viel eraf. Dus nu ben ik hem kwijt. Oh, hier is hij. Daar was ik aan het kijken. Vriend Klauwhamer. Kijk, zo doe je dat. De oorwarmers. Nou, nogmaals, ik kan het niet aanbevelen.
Als je nou hier iets had waar mooi gleed, dan ging dat best goed. Maar tot dusver zijn ze wel precies even lang. Het idee is dus dat hij ongeveer zo komt. In de ideale wereld had ik dus een afkortzaag gehad. En dan waren ze ook al precies dat mooi haaks. Kijk, het is mooier denk ik zo. De brede kant. Nou, gaan we even opmonteren. 40. Maar er gaat 2 x 5 af, min 10 is dus 30. Die hebben dus 2 nodig. Oh nee, we hebben 4 nodig. 1, 2, 3, 4. 65. 7,5. 14, 15. 50. We hebben ook 4 keer nodig. Ik heb er even een S op geschreven. Ik weet niet of je dat ziet. Dan staan er. Het is niet super ideaal. De zaag die is eigenlijk net, kan hij niet ver genoeg omhoog voor de helemaal te pakken. Kijk, dat is hoe het moet. Je moet niet te lang doorzagen, half doorzagen en dan omdraaien. Dan doet je het wel. Kijk, en dit is exact de reden dus dat hij op wieltjes moet komen staan. Want dan moet hij weer deze kant op. Omdat die alles te dicht bij de muur staat. Het is niet helemaal precies, maar goed genoeg. Ik heb trouwens de bouwtekening alweer door de pleeg gespoeld. Want ik heb deze oude zagen op, wat was het, 48,5 in plaats van 50, want het was net geen meter, mijn balletje. Ik heb nou van die dingen, heb ik allebei trouwens 2 gemaakt. Ik had 4 opgeschreven net, voor de oplettende kijker. Maar ik dacht, als we dat scheepdouw zo in elkaar zetten, de bovenkant, dan zullen we eerst eens kijken of hij onder überhaupt nog wat nodig heeft. Want dat kan, het is maar, wat was het, 40 centimeter. Dus ja. Het kan goed zijn dat hij gewoon bij de dode dinges al bij elkaar wordt gehouden. Door de zijkanten bij elkaar gehouden, ja. Je moet er wel even nog een spijker doorheen doen of zo. Nou, zoiets moet in elkaar komen zitten. Nou, dan zullen we eens even kijken in de, of hier in de kast nog wel bevestigingsmateriaal kunnen vinden. Dit zou een optie kunnen zijn, we moeten wel het handje draaien. Nou, ik heb even beraad gehad met het hele team. En het wordt ook niet goed. Ik had eigenlijk, was even kijken of ik een spijkers had, maar geen die lang genoeg zijn. Schroeven zijn eigenlijk ook niet lang genoeg, maar met die schroeven kunnen we hier een beetje gaatjes in boren. Dan valt die schroef, zeg maar, komt dat dadelijk zo in te zetten. En dan is het ook gescheten. Maar omdat we geen schroefmachine hebben, moet dat dus allemaal met handje. En moeten we dus alles even voorboren. Mijn boordje te dunner is dan de schroef. Al die dunne boordjes die zijn natuurlijk al wel eens ooit kapot geboord. Dit is hem precies. Dit is 3,5, dit is ook 3,5 hier zo. Maar dan komt de draad er nog bij, maar die draad, dan boor je het gaatje dat die
even dik is dan de schroef zonder draad, dan in theorie denk ik dat het goed zou moeten komen. Wacht eens even. Kijk, nou dat toch nog niet in elkaar zet, wou ik eigenlijk zeggen. Kunnen we ook deze wel even gebruiken. Ik ga even een stukje plakband zoeken ofzo, want anders dan boor ik hem te ver in en dan ben ik erdoor en dan zit er ja, heb je er ook niks aan. Ja, ik heb even een stukje plakband op de boor gedaan. Als ik hem dan zo inboor, dan komt hij mooi tot de helft. Dan, want anders boor ik ze misschien te diep en dan doet die schroef niks. Deze komt iets preciezer. En dan moeten we rekening behouden dat hij hier eruit komt. En dat hij niet kruist met een ander jaartje. Goedemorgen meneer, dan moet ik natuurlijk ook even een nieuw stukje plakband opplakken. Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Hoe is het met u? Hoe gaat het met jou? Maak dat nou trouwens op die tafel. Ik neem aan dat die recht is. Nou, dan kunnen we beginnen met schroeven, denk ik. Het belangrijkste aan het beginnen met schroeven is natuurlijk de schroef. Nou, heb ik hier een klein holletje gemaakt. Dan gaan we er hem dus even lekker in peren. Daar was ik al bang voor. Ik kan nou met mijn tafel niet lang genoeg, ver genoeg naar beneden om de balkjes ertussen te krijgen. Dus dan maar even met het handje. Ik weet niet of ik nou net in of uit ging zitten werken. Maar ik heb het uit tussen mijn voeten staan. En dan boren we even een gaatje. En dat is dan precies de plaats waar die schroef er van plan was in te gaan. En die kant, die gaan we ook niet ontnemen. Dus wat ik er even benieuwd dadelijk. Dus hebben we dadelijk een kleine modificatie nodig. Want dat wieletje daar zit met niks vast. Het is op zich wel een fijn schroefmachine. Alleen hier zit een pinneken op. En dit. En dat wil niet goed in de versnelling blijven staan. Is-ie. Nou, dan hebben we hier weer het gaatje. We hebben toch plan B. Ik heb er een spijker bij gejaagd. Nou ja, in de ideale wereld zou je het natuurlijk anders doen. Maar moet even doen maar wel mijn huis hebben. Ik denk dat jullie het wel geloven hoe ik al die schroeven door ga zitten draaien. Dus ik kom wel bij jullie terug als er iets gebeurt. Nou, hij zit in elkaar, het framepje. Ik heb hier een plaat, dat is ooit een kastdeur geweest. Denk ik dat ik ga proberen of ik daar een die op maat kan zagen die hierop past. Maar dan dacht ik hem eigenlijk aan de onderkant te maken. Want als hij aan de onderkant zit, dan heeft hij wat meer stabiliteit. En dan heb ik plaats om die wielen vast te schroeven. Want zoals je ziet, heb je dit. Zit hij hier op deze balk, maar die zit aan de onderkant natuurlijk niet. Dus
dan heb je maar één schroefpunt. Ook had hem ook niet per se zo lang hoeven maken. Zie ik nou. Dit is op zich niet heel erg, maar... als ik een 40 had gemaakt, was ik er ook weer weggekomen. En als hier die plaat tussen zit... Ja, dan moet hier misschien wel iets opgemaakt worden, hier aan de voorkant, maar... als hier geen plaat tussen zit, dan heb je ook nog het voordeel dat... Dan kun je er onderbij. Nou, een eindje erop. Wat ziet mijn oog? Hier zit een stukje ijzer. En dan moet natuurlijk wel al het ijzer uit voor de... En dan moet ik daar krakelijk straks afzagen. In de ideale wereld was je werkplaats zo groot geweest dat je meteen door kunt duwen dat je niet hoeft te verzetten. Ik had het niet verwacht, maar eigenlijk hou ik er toch wel bij van die rode grote stopknop. Wat ik nou aan het doen ben, ik meet nou hoeveel dat die boven exact is en dan duw ik hem onder zo dat hij daar op dezelfde waarde staat. Dan is hij in theorie recht genoeg. Nou, het spannendste rondverhaal. Die laatste hoek. En ik zie dat ik nog een kwartiertje heb, dan is de camera vol. Nou, hoe zullen die wielen er zonder meubelen? Ideaal zou natuurlijk een houtrijboutje aan die hoek zijn. Maar die hebben natuurlijk er niet. Geen vier. Ja, ik heb er wel vier, maar er was die ene korte waar die hier ook al onderuit was gebroken. Dus ja, dat heeft geen zin om die er nog een keer in te draaien. Hoewel dat hier dan wel nog waarschijnlijk een paar schroeven bij zitten. Nou, ik weet niet precies wat dit er voor een is, maar het lijkt er goed genoeg op, vind ik. Deze die is ontzettend lang en deze die heeft een vierkante kop. Nou, dan zullen we maar met die grootste beginnen. Nou, daar gaan we. 3 mm motorrijbout erin draaien. Dat je waarschijnlijk het huis mee aan elkaar zet, man. Ja, dat waren die 15 minuten die we dus nog hadden op de camera. Ik heb hem gisteren maar afgemaakt zonder dat te filmen. Want ik moest eerst die camera leegmaken, alles inladen in de computer. Het duurde een hele tijd. Had ik al voorzien, dus ik ben eerst even doorgegaan. Ik heb dus die houtrijbouten erin gedraaid. En de rest van de gaten heb ik even opgevuld met zo'n meubelspijkertje. Je hebt een mooie dikke kop. En die kwamen niet door de plank heen. Ik had er op zich al vrij veel vertrouwen in die houtrijbouten. Dat gewoon bleef zitten. Maar
Ik heb die spijkers er nog bij geslagen dat hij niet op en neer kon wiebelen. Nou, het plan met het ding is, ik wou hem ook, hij is nou functioneel af, zeg maar. Maar ik wou hem ook afwerken. Ik wou hem hier dicht maken. Voorkant dicht. En die kant dicht. En hier de achterkant wou ik open laten. Dat je eronder nog bij kunt, zonder het misschien eraf hoeven te pakken. En eventueel wou ik kijken op langere termijn of ik hier eventueel een stofzuiger in kan meubelen. Ik heb op het moment waar jullie net hebben gezien, heb ik die video al grof doorgeëdit. Ik heb nog niet nagekeken of ik het goed heb gedaan, maar daar hadden we al 24 minuten video. Dus die afwerking, dat wordt een andere video. Het is nu ook een dag later inmiddels. Hiervoor, voor de oplettende kijker. Ik weet niet of er iemand toevallig al was opgevallen. Hier had ik geprobeerd de plank op te slaan. Van dat laatste stukje van die onderste plank wat ik nog over had. Dat was ook precies op maat, maar dat splijt uit elkaar. Dus voor nu zeg ik, terug naar de studio. Ja, vanuit de studio heb ik er eigenlijk weinig meer aan toe te voegen. Waarschijnlijk duurt de video al zo lang dat er toch niemand meer kijkt. Kijk jij nou nog wel? Laat het even weten in de reacties, vind ik leuk. We hebben deze week ook nog wat gedaan op het gamekanaal. Wil je dat zien? Kijk zelf maar even, klik op mij met dit petje op, dadelijk in het eindscherm, daar een beeld. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!